Ik heb een Illy-kapsel met... Ramadan, Ramadan. Salam alaikum mensen, welkom bij een nieuwe Ramadan vlog. Het is vandaag zondag en vandaag was het een editdag mensen. Ik had gisteravond, ik viel ongeveer 6 uur zo in slaap. Ik had nog een beetje paniek, omdat ik mijn portemonnee niet meer kon vinden. Gisteravond, toen we naar moskee gingen, had ik al van, wow, waar is mijn portemonnee thuis? Ik dacht, hij is thuis. Ik ging thuis zoeken, kon niks vinden. Uiteindelijk dacht ik van, oké, het moet wel in mijn auto zitten. Toen was ik naar mijn auto gegaan, heb ik de hele auto doorzocht. Uiteindelijk vond ik hem hier tussen bij de stoel. Dus, en dat was om 6 uur in de ochtend. Hè? Dus 6 uur in de ochtend had ik nog die paniek. Ik had wel de vlog al geëdit en die ging toen op dat moment uploaden. Ik werd rond 12:30 wakker. Daarna ging ik met me op pad editen, uploaden weer. Die staat ook weer nu online. Dus 2 video's. Helemaal ready to go. Een persoonlijke video over hoe ik ben begonnen met bidden. En een grappige video gewoon met op pad die met Bassie. Hè? Met Bassie. Gewoon een paar hele toffe vrije trappen gaan nemen. Check ook even zeker zijn kanaal Bassie. Als ik niet vergeet zal ik het link in de beschrijving. Kan je de video checken die wij samen hebben opgenomen met een paar hele toffe vrije trappen. Ja mensen, die Yusuf kan ook een paar trappen nemen. In ieder geval, ik ga mijn broertje nu meenemen naar de kapper. Aangezien die boshaar op zijn hoofd, dat is... Hey. Die moet echt heel gauw eraf. Ik ga ook het broertje meenemen van broeder van een andere moeder. Die gaat ook meekomen. Die gaat ook even naar de kapper. En ik moet ook mensen. Dus het is zondag, het is 6 uur geweest. Het is na Asa. Dus ik weet niet of er kappers open zijn. Maar dat zal vast wel goed komen. Ja, Marokkanen gaan niet dicht op zondag. In ieder geval, laat de dag maar beginnen. En ik zeg, volg. Kijk eens naar Hisham, naar mij. Lach eens. Zo, draaien. Ziet er beter uit, hè? Ja. Ja. Zeki? Zeki ook naar kapper geweest? Ja. Oké dan. Ga jij even naar huis brengen, Zeki? Zeki, vast jij? Ja. Ja. Hisham, vast jij? Nee. Waarom niet? Wat? Ik ga niet vasten. Waarom niet? Ga ik steeds honger krijgen. Ja, maar dat hoort bij vasten. Klaar, vanaf nu mag je niks meer eten en drinken, ja? Tot 10 uur mag je niks meer eten en drinken, is goed? Dan ga jij nu kijken... Ga nu 2 uurtjes vasten, ja? 2 uurtjes! Goed? Oké. Okay. Ik vast je hele dag? Ja. Waarom zeker je wel en jij niet? Zin om te vasten. Waarom heb je geen zin om te vasten? Dat snap ik niet. Je snapt het niet? Oké. Okay. Zie de jeugd van tegenwoordig mensen willen niet vasten. Op jouw leeftijd moest ik vasten. Ik werd gedwongen, Hisham. Nee, geintje, ik ben niet gedwongen. Kom nog wel. Maar 2 uur vasten, hè? 2 uurtjes. Oké. Okay. Het regent. Ik lag te slapen. Er klopt hier iets niet. Loop even met me mee mensen, loop even met me mee. Hou je hoofd. Ja, is al nat. Kan nu niks meer aan veranderen. Kan het wel naar binnen brengen en binnen nat maken. Maar ja, het is nu al buiten en nat. Ja, wat moet ik eraan doen? Niks. Gewoon zo laten. En dan wachten totdat het weer droog wordt. Dan droog het vanzelf. Ik ga wel deze balkondeur. Nog, wacht, laat mijn slippers fixen. Slippertjes. Ik heb 2 slippertjes. Slipper hier, slipper daar, slipper hier, slipper klaar. Oeh. Ah. De.
EK is al een tijdje begonnen. Ik heb wel een paar wedstrijden gekeken, maar niet eens helemaal, weet je. De eerste paar wedstrijden zijn altijd niet zo heel denderend. Tenzij, kijk, als het Nederlands elftal nou gewoon meedeed, dan was het wel gewoon gezellig geweest. Dan kunnen we nog een review geven van oké, zo, zus en zo. Dit vind ik ervan, dat vond ik ervan, dit komt beter, dat komt beter. Al interesseerde het jullie helemaal niks, maar dat vind ik toch leuk om te geven. Maar vandaag heeft wel Turkije gespeeld. Verloren 1-0 van Kroatië. Maar ja, Kroatië is ook wel een sterke ploeg. Modric, dus al jullie Turken die voor Real Madrid zijn. Barça verwelkomt jullie, mensen. Barça verwelkomt jullie. De populaire vlogger Youssef, beter bekend als YouTube, nam gisteren de hele dag de Funix Snapchat over. YouTube gaf alle snappers een kijkje in zijn leven tijdens Ramadan en nam iedereen mee naar het strand van Den Haag. Ging s'avonds naar de moskee voor het avondgebed en hij verkondigde dat hij graag een eigen show bij Funix wil. Heb je het gemist? No worries. Kijk, hier is de Snapchat terug. Nou, jullie kunnen het allemaal terugvinden op de snap, op de website van Funix. Daar is een item over gemaakt en alles. Super tof. Kreeg een heleboel toffe berichten binnen. Van een heleboel toffe mensen van Funix. Dikke SO naar Funix. Nogmaals voor dit. En ja maar mensen. Neem een kijkje. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dit zijn altijd die moeilijke momenten. Je zit zo thuis. In jouw kamer. Te wachten. Het regent. Dus je kan niet naar buiten. De tv is kapot. Ik moet morgen een nieuwe tv gaan fixen. Want anders had ik nu aan de Xbox. Had ik nu een beetje Xbox gespeeld. Je hebt al je filmpjes in je abonnementenlijst op YouTube al gecheckt. Ja, wat moet je gaan doen? Wat moet je gaan doen dan? Ja, dan valt er weinig te doen. Yo. Assalamu alaikum, Nassim. Alaikum assalam, rahmatullahi wa barakatuh. Hoe gaat het met jou, Nassim? Wat ben je aan het doen, Nassim? Gewoon boem, man. Wat? Gewoon boem, man. Oké. Waar ben jij, Nassim? Ik ben thuis. Waar ga jij zo meteen naartoe, Nassim? Ik ga thuis blijven. Nee, Nassim. Je gaat met me mee naar de moskee. Ha! Ha! Hey! Ja, Nassim. Ja! Maar Nassim, ben jij nu ook aan het vervelen? Broeder van andere moeder. Nog weg. Algie. Nog weg. Algie. Waar is het dan? Ah. Ik ben eigenlijk aan de 445 wil ik dit kijken, man. Die wedstrijd van Kari. Op Morgan TV, man. Nice one. Nice one. Nice one. Ariadne, die je kan ontbreken. Ariada bedoel je? Ariada. Ariada. Oké, okay, let's see. De Marokkaanse quiz. Wat betekent Ariada? Weet. Sport. Prachtig. Ah. Ja, Pien. Weer! Ik ben er weer in getrapt. Altijd krijg ik de vraag van, ja, user, laat zien wat je eet, laat zien wat je eet. Nou, we hebben hier kipvleugels met erwten. We hebben hier de welbekende Marokkaanse harira soep. En we hebben hier shebekia, oula, shebekia. Ik zeg jullie één ding, mensen. Harira soep moet ik gewoon elke dag drinken tijdens de Ramadan. Moet. Het is gewoon standaard. Moet. Ik ben nu hier in mijn kamer helemaal alleen. Ik ben ook alleen. Ik ben helemaal alleen. Dus nu moet ik voor mezelf zorgen. Ewa ja. Volg. Ik heb een inikapsel, mensen. Kijk wat voor kapsel ik heb gezet. Ik dacht bij mezelf van ik ga even een beetje spelen met die wax. Even kijken hoe het nu eruit ziet, maar ten eerste, ik lijk kaal vandaar, man. Hoe komt dat? Ik ben niet kaal. Ik ben 20. Laat me met rust. Maar dit is die jullie kapsel. Kijk deze. Kijk deze, jullie. Hey, joh, laat deze ding zo snel eraf wel. Zo chill, man, jongen. Wat een jullie ben ik ook. Zoals jullie net zagen, mensen, een heleboel vuilnis en rotzooi liggen gewoon bij mij, zeg maar, daar in die buurt op de grond. En jullie zullen vast denken van, hoe komt dat? Nou, zal ik even uitleggen. We hebben gewoon van die containers daar staan. Maar wat doen een heleboel buren van de
andere kant van een andere straat. Waarvan eigenlijk de containers die hier zo staan niet voor hun bedoeld zijn. Maar hun hebben zeg maar van die kliko's. En als die kliko dan vol is, moet je eigenlijk dan nog een kliko nemen. Maar dat kost weer geld, snap je? Dus daarom hebben ze een kliko en dan gooien ze hun vuilnis ergens anders weg. En dan komen ze hier bij ons, gooien ze het hier weg. Maar hier zit het al vol. En wat gebeurt er dan? Dan leggen ze het een beetje erbovenop en laten ze die deksel open. En wat gebeurt er dan? Is dan komen er een heleboel meeuwen. En die gaan dan in die zakken lopen prikken. En die, gaan ervoor zorgen dat er een heleboel vuilnis uitkomt. Dat het nu allemaal op de straat ligt. En het stinkt nu echt verschrikkelijk omdat het ook nog eens regent. Dus al die dampen, die smerige geuren, die komen naar boven. En ja, smerig mensen. Dus als iemand kijkt van deze buurt. Je moet gewoon minder dingen weggooien. Gewoon minder dingen vervuilen, joh. Het komt niet hier, wanneer het al vol zit, is het vol. Klaar. He, net zoals in Nederland, het blijft vol is vol. Nou, dat heb je hier ook. Jongen, wat een domme jongen. Ik ben nu onderweg richting broeder van een andere moeder. Het regent, mensen. Het regent al de hele dag. Nou, niet de hele dag. Het regent nu een aantal uurtjes al. En ja, mensen, ik ben een beetje vroegjes. Omdat ik, ja, ik had geen zin meer om thuis te zijn. Dus ik dacht bij mezelf van, weet je wat, ik ga gewoon lekker alvast die kant op. Ik heb geen haast. Ik rij lekker rustig. Willen ze naar buiten komen? Mogen ze naar buiten komen? Willen ze nog even binnen wachten? Nou, dan blijf je toch lekker binnen wachten. We gaan richting moskee. Gaan we weer het gebed verrichten. En wat we nog gaan proberen, ik had net Nessim aan de lijn. Dus we hebben zijn neef, of zijn neefje, het scheelt maar een paar maanden volgens mij, of misschien zelfs een jaartje of zo. Maar een vriend van ons, een gozer uit de buurt, die speelt voor Marokko onder 20. Karim heet, Karim Lokili. Voor de mensen die de vlog 2014 keken, die zagen hem nog af en toe wel eens erin. En die speelt dus vandaag tegen Gambia in Marokko. En die wedstrijd willen wij graag meepikken. Maar ja, dat is ook tijdens het Tarawih gebed. Dus de eerste helft zullen we helaas moeten missen. Maar de tweede helft gaan we wel gewoon proberen ergens snel te kunnen pakken. En Karim, als je dit kijkt, we zijn trots op jou, broer. We zijn trots op jou. Je houdt onze trots hoog. Die Samir heeft het gewoon gedaan. Hij heeft vandaag gewoon eventjes 10k volgers. Hier, nu al 10,1k volgers op die Instagram. Jongen. En vraag mij eens even wat hij precies doet. Hey, Samir, nice, Samir. Samir, 10,2, hè? Ah! Nessim, gaat Karim scoren? Ja, man. Weet je toch, voor die Karim en Lokili toch? Nu. Hij is nu rustig in die kleedkamer, zo zijn rabi aan het drinken. Hij is al lang al aan het spelen. Wat hij jacht. Persoonde! Niet overdreven. Cheat. De allerlekkerste. Erkaar Montier, deze. Maar boys, wat is gebeurd, man? Marokko-Gambia. Ja, man! Nessim, man. Kerry, man. Als jij nou niet gewisseld was, 85ste minuut, kon je gewoon die penalty nemen. Had jullie gewoon gewonnen in plaats van die Bobakok daar zo op nummer 6. Jubie. Ah, mijn hoofd. Ik werd vanochtend in de ochtend om 8 uur. Of nee, hoe laat was het? 7:15 of zo. Ik werd wakker gebeld door Fanix. Ik sliep om 5 of zo. Ik kreeg iemand aan de lijn die zei van ik verbind je door. Ja, toch. Ik hoor opeens Fanny zo, Fanny, Snapchat. Ik hoor opeens Fernando. En ik zo, waar heb je geen... Ben je niet, man? Ik kan me de helft van het gesprek niet eens meer herinneren, alleen dat wel. Ik druk dit uit, ik ging verder slapen, bij 12 uur wakker of zoiets. Dit keer ben ik niet vergeten de vlog af te sluiten. Dat is gewoon een keuze. Dat is een keuze. In ieder geval... Vond je deze vlog een leuk? Doe even blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om je reactie achter te laten. Vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een... Pauw! Ramadan. دوما قريب.